Dag Leila, u bent, wat bent u feitelijk precies vandaag? Wel, ik ben tweede eredame. Hè? Ja, tweede eredame van de Mrs. World mogen worden vanavond. Dat op zich is wel al een hele eer. Dus ik ben heel blij dus dat wel mijn inzet geapprecieerd wordt. Ook door de organisatie, ook door het publiek. Dus dat is ook wel heel tof. En dat ik ook een kans heb gekregen dus om te kijken of we die lint kunnen gebruiken om enkele doelen te realiseren. Dus dat vind ik wel tof en sportief. Je bent een sociaal meisje, hè? Ja, ik ben wel vrij sociaal ingesteld. Ja, dat klopt. Wat zijn die goede doelen waar je voor inzet? Wel, ik heb onder andere heb ik mee ingezet voor Tour Culinaire. Dus dat is vooral dus eigenlijk Hasselt, de hoofdstad van de smaak, gaan promoten. Ook zet ik mee in voor het Kinderkankerfonds. Dus ik heb ook bij G-Basket Nationaal. Dus dat is eigenlijk een organisatie dus waarin een basketbaltoernooi voor gehandicapten dus wordt georganiseerd, waarvoor ik mee heb ingezet. En we gaan kijken voor in de toekomst. Dus ik zou graag toch wel blijven doorzetten. Iets voor kinderen, want kinderen zijn ook onze toekomst. Ik heb nu ook onlangs meegespeeld in een film. De film gaat in première eind september en de film is van Perry, dat is een vrij jonge opkomende regisseur. En de kortspeelfilm zal ook eind september dan in de bioscoop Roma hier afgespeeld worden in Antwerpen. En dan gaat het dus eigenlijk over een bedelaar Louis. En Louis heeft dus eigenlijk twee kindjes gered, zal ik maar zeggen. En daarover dus gaat de film. Dus op zich is dat ook al een hele eer. En hij zegt het ook zo mooi, want ik heb ook een bestseller van hem gekregen en hij schreef erin en dat klopt ook, kinderen zijn de toekomst. En daarom dat ik me nu ook zoiets heb van, ah ja, kom, dan moeten we ons inzetten voor de kinderen. Heeft u zelf al kindjes? Nee, ik heb zelf geen kinderen, dus ik ben nog jong, jong. Een beetje genieten van het leven, hè? Voilà, ik vind eerst genieten in het leven, alles plukken van het leven, proeven van het leven. En dan verder zullen we zien of dat er een gezin en een liefdesnestje komt. Gaat dat lintje een beetje helpen in die richting, denk je? Om mijn liefdesleven? Nee, dat denk ik niet. Die zal, zat er geen fans in de zaal van jou? Er zaten absoluut wel fans. Ik heb ze nog niet kunnen zien of ontmoeten. Ze zullen er wel aanwezig zijn. Ik denk dat dat misschien nog meer problemen in mijn liefdesleven gaat geven. Dus. Leila, ik wens je nog veel geluk, hè? Dankjewel.